Hallo daar en welkom bij Iedereen Vond dat Leuk? Jouw wekelijkse podcast over games, tech en cultuur. Mijn naam is Tom Kouwenberg en vandaag praat ik met Maxime Buitenhuis. Hallo, hallo. Hallo, ze is wedergekeerd en uh, wederom ook wedergekeerd is uh, Kevin Rombouts. Ja, yeah, daar ben ik weer. Ja, we zijn er allemaal weer, want we waren er vorige week even niet. Excuses ja. daarvoor, soms komt het, uh, komt het niet uit. We maar we maken even... het goed. Life gets in your way sometimes. Ja, 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 ja. Dat, uh, dat heb je soms als je ook wel een podcast wil runnen. Maar dat, uh, we, we zijn terug. We, we klappen erin en we, we doen een hele grote Assassin's Creed Mirage-aflevering. Dat is eigenlijk een beetje het thema hiervan. Maar uh, voordat we een hele deep dive gaan doen en dat we Baghdad induiken, eerst even wat, uh, wat nieuws. Uh, en dan beginnen we bij um, ja, wederom toch een beetje een soort van lokaal nieuws: het Van Gogh Museum. Uh, er gaat iets veranderen met de Pokémon-samenwerking. Maxime, uh, leg uit. En ben je eigenlijk al langs geweest? Uh, ik ben nog niet langs geweest. Ik nee? ben wel van plan om nog even te gaan. Um, maar wat de, de kunstgeschiedenis in mij die wil toch even gaan kijken. Um, en um, ja, ze hebben dus de samenwerking met Pokémon. Die hebben ze een tijdje geleden aangekondigd. Die is eind vorige maand geopend. Uh, en ze hadden een soort van ja, zoektocht door het museum heen. En als je die helemaal aflegde, dan kreeg je op het einde een speciale Pikachu-kaart. Um, maar dat is helemaal gehijpt door scalpers die heel graag de kaart wilden doorverkopen voor uh, exorbitante bedragen. Um, en uh, ja, dat zorgde dus volgens het museum best wel voor gedoe en voor een onveilige situatie. Er, werd zelfs, er was zelfs echt onrust rondom de balies daar. Um, ja. Dus ze zijn helemaal gestopt met het weggeven van die kaart. En dat is eigenlijk wel heel erg jammer. Hij is dus ja. wel nog een uh, Pokémon Center te krijgen online. Maar um, ja, in het echt. Ja, dat kun je hem ervoor dus komen. Of is hij al, al te koop? Want volgens mij was dat iets dat ze zeiden: van dat komt nog wel een keertje. Maar dat, dat, nu nog niet. Ik heb nog niet gecheckt. Maar het zou oh, okay. komen, inderdaad. Ja, dat hebben ze aangekondigd. Ja, ja maar och, die, die, toen het openging, die eerste dag, die video's en zo, die TikToks die je langs zag komen van Die beelden van maakten de... mij zo intens woest ja, over hoe gewoon... voor een achterlijke ja. staatsmogolen de mensheid toch kunnen zijn. Dat is echt. Ja, ik kan daar zo intens boos over worden als ik dat soort dingen zie. Dat men het voelt gewoon. gewoon respectloos. Niet, het is zo. Het, het voelt niet eens. Het is gewoon fucking respectloos. Die mensen ja. doen daar gewoon uh, hard hun best, uh, proberen er wat moois van te maken en dan zijn er toch weer van die van die vuile geldwolven die altijd maar het onderste uh, uit kan willen halen en iedere kans een slaatje willen slaan. Ja. Die, This is why we can't have nice things. Weet je. Dit, nee. dit, dit soort mensen is echt waarom er geen toffe, leuke dingen meer kunnen zijn tegenwoordig. Omdat het allemaal weer opgekocht en verkocht moest worden. En de, de craze is veel te groot. Um, yeah. had, had, had Nintendo en het Van Gogh Museum dit beter af kunnen vangen? Ja, had gezegd één persoon één kaart per persoon weet je had dat beter ja, opgelost. ook daar ook daar oh, werken ze omheen. Dat... daarom weet je dus dus er hadden wat wat barrières opgezet kunnen worden maar gewoon hoe mensen om waren, alsjeblieft zeg word een keer volwassen ja. doe normaal. het is wel gewoon ja. heel triest. ik ga er even een Maarten van Rossum quoteje doorheen gooien. dat komt omdat de grootste, het grootste deel van de mensheid gewoon randabil is. ja dat, <laughs> uh, dat wel ja. ja, ja dat uh... Nou ja, um, mocht je toch nog langs willen gaan bij het Van Gogh Museum, dat kan nog tot 7 januari 2024. En um, ja, ondanks het feit dat je die kaartjes dus niet meer kan zien, je kan de kunstwerken wel gewoon zien. En je hebt gewoon toegang tot de rest van het museum natuurlijk, als je een kaartje koopt. En volgens ja. mij kun je ja, toch nog ook nog nog nog... Ja, precies, andere leuke merch nog kopen. Ja, Daar ze hebben, ze hebben gewoon wel gewoon merch. Ja. Daar hebben ja. ze volgens mij nu wel wat beperkingen op gezet, volgens mij. Mag je nog twee, twee aanzichtkaarten en een paar stickers kopen of zo per persoon? Voor mij hebben ze dat wel wat ingeperkt. nou. Ja, slim. Wat misschien wel een slim idee is. Uh, maar ja, die Pokémon-kaart dus uh, is voorzien. Ik vind het Engels. niet vreemd dat er limieten aan zitten nee, zeker voor zo'n populaire items. Ja. Maar ja, het is wel ja. gewoon jammer dat dan uh, uh, ja, zo'n zo heel leuk project eigenlijk uh, een beetje in het water valt. Ja, nou, ja, vooral het over is. schaduw twee. Ja. Ja, zo het over ja. schaduw. Dat is sowieso. Nou ja, ja, ik vond het dus jammer dat we nou een soort van... Ja, nu hebben wij dat op ons geweten staan of zo, weet je wel. De, de, de Pokémon organiseert iets leuks in Nederland en dit gebeurt. Dat is ja, dan ook ja, alweer ja. een soort van... Op het wereldtoneel had ik ook al zoiets van... Oh shit, we zijn niet allemaal zo, please. <laughs> het, uh, nou ja, goed. Uh, we hopen allemaal op minder scalpers. Uh, met alles eigenlijk. Uh, dat is een beetje het uitgangspunt. Meer nieuws. Uh, leuke nieuws ook, denk ik wel. Um, Minecraft. Minecraft is al de grootste game ter wereld. Dat is het al een, uh, al een tijdje ja, geweest. Met de meeste verkoop niet. ooit. De, de, ja, nee. Kevin <laughs> heeft daar een probleem mee. Die, uh, die heeft zoiets van... Huh, wat, je hebt het nog nooit gespeeld. Dus je, je, hou je mond. Principieel nog... ga ik dat ook niet doen. <laughs> Let me be ja. a grumpy je, je mag niks zeggen als je niet eens geprobeerd <laughs> hebt, man. Dat, uh, nou ja, goed. Het was al echt jarenlang de grootste game ooit. En uh, recentelijk uh, zijn ze uh, de 300 miljoen verkopen... Uh, de melpaal zijn ze een beetje gepasseerd. Netjes ge gedaan. dat was uh, ja, rond de vijftiende verjaardag alweer zo ongeveer. Dus die, die game is ook al wel even in de running. Maar het leuke is dus, het is al de grootste. Hij gaat nu over die 300 miljoen heen. Toch een mooie mijlpaal. Maar die zit nu al dus ook ver 100 miljoen boven de volgende game die het meest verkocht is ter wereld. Dat is toch bizar? Ja, uh, het over Grand Theft Auto. Of... Ja. Die cijfers zijn gewoon zo. zo... Incomprehensible bijna, ik, ik bitch heel vaak, ik, bitch heel vaak op Minecraft gewoon ook omdat het leuk is om op Minecraft te bitchen, maar um, het is wel, het is het is, het is, het is, het is, het is gewoon heel respectvol wat ze wat ze voor elkaar krijgen. Weet je wat hoe een ja, toch een beetje een gekkenie uit, uit Zweden en zijn team dit, dit uit de grond hebben gestand. en zo'n yeah. ja, legendarisch universeel iets hebben. I iedereen tegenwoordig kent Minecraft, of je het nou speelt of niet. Je kent Minecraft en dat, dat, maakt, ja, ja. Het, dat maakt het uh, eigenlijk op een niveau van, ja, uh, een Mario, een Pokémon, een, een Tetris. Tetris, weet je. Maar dan ja. met één game. Tetris, ja, ook cultureel game, dan is dan het dan, ja. gewoon heel ja, ja. erg groot. Ja. ja. Dat. Er zijn uh, gewoon generaties mee opgegroeid en dat, is gewoon, uh, dat blijf je ook zien als je nu kijkt naar de internetcultuur. Weet je wel, dingen uit Minecraft zijn zo embedded in de memes van vandaag de dag. Dat, dat hoort er allemaal zo bij. Het is, um, ja, maar ook het weet je, dat is heel interessant om te zien. Dat het als westers product of zo van niet Nintendo ook gewoon in games als Super Smash Bros doordruppelt, weet je? Ja, dat soort, dat soort dingen. dat ja. laat gewoon zien wat voor een culturele impact het heeft. Ja, ja, toch jammer dat dat Minecraft Earth het nooit is geworden. Dat het uh, net zo'n Pokémon Go-achtige vibe had. Ah ja, het, dat was uh, ook gewoon een ding. Ja, ja. Het, ja dat, dat zie de, je. De spin-offs doen het minder goed. Laten dat we zie daarop, je toch uh, wel ja. vaak natuurlijk. Dat dan het koolproduct het is dus dat zo legendarisch is. Om daar dan ook goede spin-offs van te maken, blijft wel heel lastig. Dat is uh... ja. de, de telltale saga, Dungeons uh, Legends, die recente RTS. Ja. Uh, het, volgens mij stikt het allemaal niet zozeer als Minecraft, maar dat is toch even uh, de basisspel dan. Uh, ja, dat is bizar. En ik vind ook leuk, het leuk, ze blijven er ook mee bezig. Hè? Dus het, de, de officiële nieuwe versies van Minecraft. Niet meer echt de Java-versie, maar die, die, uh, die nieuwere edities. die updaten ze ook echt regelmatig nog. met echt gewoon nieuwe mobs, nieuwe biomes. dat uh, op zich ook wel logisch natuurlijk. aangezien Microsoft hier ook een aardige stuiver voor heeft betaald. Om, uh, ja, uh, ik denk, goed, ik, die ik, halen ze er volgens mij ook wel uit. Ja, dat, dat denk ik wel, weet je. Ze hebben er toen flink voor, wat geld voor betaald. Ik weet niet of de. de... Ontwikkeling en vooral de spin-offs, denk ik, zo, zo rijkelijk waren geweest als het nog gewoon puur Mojang was geweest, zoals het tien jaar geleden was. Ik, ik betwijfel of Mojang het zo lang in zijn uppie had uitgehouden, omdat dat niet echt voor Microsoft een heel erg goed georganiseerde, georganiseerde nee, dat is ook wel een was. ding. Inderdaad, ja, daar heb je al um, recht zeker met notch aan het hoofd wat later wat ophef heeft. Uh, nou ja dat is allemaal een beetje de 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 misschien schaduwsijde. Van, ja van dat Minecraft. is de de, 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 de inderdaad van helemaal. Ja. Uh, in ieder geval heel mooi dat ze, dat ze dit mijlpaal bereikt hebben. het is uh, bizar om te zien dat zoiets uh, nog zo leeft. Uh, gaaf om te zien. zullen we door naar het uh, hoofdonderwerp? ja. ja we gaan door naar mag uh, dat? mag dat? dat mag. Ja, jongens, de Assassin's Creed titel van 2023 is uh, niet echt zoals de recente voorlopers zijn geweest. Uh, Mirage begon namelijk als een uh, uitbreidingspakket voor Assassin's Creed Valhalla. Uh, ontwikkeld door uh, support studio Ubisoft Bordeaux, nota bene. Dat was echt een studio die zich alleen maar focust op weet je wel, het helpen van de Assassin's Creed studios. Die DLC is uiteindelijk uitgegroeid tot een uh, hele andere vorm. En dat uh, wil zeggen dat, uh, dat het een standalone game werd. Dat die nu net is verschenen. En dit is het. Uh, toch wel een beetje wat ze zeggen dat het een beetje een. Um Return to the formula is, toch? Een beetje terug naar de roots. Ze willen het, uh, dat was in ieder geval een beetje de marketingtekst. Uh, dat is wat ik ervan heb meegekregen. Maar Kevin, leid me in, wat, uh, wat is het nou precies allemaal geworden? Ja, dat, uh, ik denk dat je het heel goed opschrijft. Ik denk dat, uh, dat Valhalla, uh, Valhalla, nou ja, Valhalla was, was een aardig succes natuurlijk voor Ubisoft. Dat hebben ze ook maximaal uitgemolken met in ieder geval twee DLC's. Eentje in Ierland en eentje in Parijs. Uh, daar ja, leerden we en Dawn of Ragnarok nog. Oh ja, nog ook nog. Een, nog drie zelf. Ja, nou, ja, ja. dat, uh, ja. dat zou dit uh, nummer vier zijn geworden. Of misschien in plaats van. Ja. Um, dus heel blij dat, dat Ubisoft dit heeft losgetrokken. Het is wel daardoor een beetje een vreemde eend in de bijt. Want het doet uh, veel anders dan de voorgaande games. Uh, maar wel, wel op, een, op een leuke manier. Uh, ik, ben, ik ben positief verrast in ieder geval over wat Ubisoft uh, hier heeft neergezet. Al heeft, dat, ja. denk ik, voor, ja, al heeft dat vooral te maken met hoe Valhalla mij achterliet. Uh, ik denk ja, dat want, daar uh, meer mee van doen is. Ja, want jij bent niet per se een, een groot fan van dus de Valhalla-formule, de uh, Odyssey, Origins. Uh, grote open wereld, uh, ontzettend veel uh, sidequests, kleine RPG-achtige stats, uh, bonussen, loot, dat soort dingen. Was dat een beetje jouw jam of juist niet? Nee, totaal niet. Daar, daar, daar raakte de game mij vrij snel kwijt. Ik, ik heb van ja. Halle echt wel de tijd geprobeerd. Uh, destijds nog op Stadia, Rip Stadia. Uh, <laughs> maar, uh, je moet er toch ja. in blijven. <laughs> toch even even in de chat. <laughs> uh, ja. daar, daar, heb ik, daar heb ik vooral echt wel een tijdje op geprobeerd. Maar op een gegeven moment was ik er gewoon heel erg klaar met het fetch, fetch questie gebeuren, weet je. Uh, van locatie yeah. na locatie, drie missies doen, doorgaan naar de volgende locatie, drie missies doen, uh, 20 fetch quests moeten oppakken om je XP te grinden, om dan te zorgen dat je een vijand ergens vijf straten verderop aan kan pakken. Uh, daar, daar was ik wel een beetje klaar mee. Uh, plus, als ik, uh, als ik Far Cry wil spelen, heeft Ubisoft nog 800 andere games in het uh, repertoire zitten waar ik ook mee aan de slag kan. Dus yeah. dat hoefde yeah. niet per se voor mij in Assassin's Creed. Uh, dus ik ben wel blij dat ze nu wat. Teruggaan naar een kleinere uh, schaal. Het verhaal speelt zich dus af in Bagdad. Bagdad van de 9e eeuw. Uh, bijzondere locatie. Dit is echt uh, midden in de hectiek van de islamitische gouden eeuw. Uh, dus je ziet echt een stad in bloei, wat, wat er echt fenomenaal uitziet. Uh, een heel, heel schril contrast eigenlijk tussen, tussen het gele zand van de, van de brandende woestijnen. En dan de, de groene bomen, de roze bloesem midden in de stad, zeg maar. Het water wat krabbelt. Ja, dat geeft toch wel een bijzonder beeld. Um, daar spelen we met Basim. Uh, en Basim, die kennen we, als je Valhalla hebt gespeeld in ieder geval, dan ken je hem uit Valhalla. Uh, als, ja, wel een beetje de, de mentor van Eivor in die game. Uh, hij heeft ook nog een andere grote uh, rol, maar daar gaan we om uh, spoilerredenen niet om in. Um, maar ja, in, in, uh, waar hij dan in Valhalla als stratief is, is hij eigenlijk in... in Mirage nog een beetje een straatief... Een schoffie, een schoffie van de straat. Uh, echt aan het begin van zijn, uh, van zijn looppad. Uh, maar hij komt uiteindelijk... Dit is zijn origin story, toch? Ja, dat is, dit is, dat ding, is, heen, is dus. wel inderdaad waar het om neerkomt. Ja. Dit is zijn origin story. Uh, hoe hij bij de Hidden Ones terechtkomt. Uh, en zo uiteindelijk doorgroeit... Tot, uh, tot meester sluipmoordenaar. Dus dat, uh, dat, dat eigenlijk... korte samenvatting van het verhaal. Uh, het is wel grappig... Wat, uh, je, je hebt het nog steeds zo, oh Assassin's Creed. Maar dit zijn natuurlijk niet de Assassins waar we mee spelen. Uh, want die komen pas veel later in, in beeld. Die komen pas in 1100 in beeld. Zo rond de tijd dat je Assassin's Creed 1 speelt. Dus daarmee ja. komt het eigenlijk alweer een soort van full circle. Het, komt wel, het gaat wel echt weer terug naar die route. Het speelt zich kort af voor de periode dat uh, Assassin's Creed 1 zich afspeelt. Ja, en even over dat verhaal, want het is dus ook korter. Dit is ja. dus ook een game die dus... Want Valhalla had, ondanks alle sidequests en zo... Uh, ook gewoon wel echt een lengthy, girthy ja. verhaal. Uh, maar dit is toch iets... Uh, hoeveel uurtjes moet je aan denken om dit een ik beetje doorheen te voeren? Ik ben er, er volgens cruisen. mij in 16 uur doorheen ge, ge, gegaan van, ah. um, ja. van start altijd. Ik heb niet superveel sidequests gedaan. Dus ik denk dat als je sidequests uh, hidden... Ja, de stories of pak, dat noemen ze ze, geloof ik. Uh, verhalen, gebeurtenissen die je op straat tegenkomt die tot de site leiden. als je daar nog wat meer achteraan gaat, dan denk ik dat je makkelijk tot een uur of twintig kan spekken. Maar dan, dan ga je het al wel de randen opzoeken, zeg maar, van het geheel. Ja. Wat ik ja, op zich is, helemaal prima vind. Uh, dit, ja, is, dit is echt zo'n game waar je in twee weekenden lekker doorheen uh, ploegt. Um, ja. wat, wat ook wordt bijgedragen door het feit dat het gebied waar je in speelt niet enorm is. Uh, Valhalla had natuurlijk een enorm gebied met verschillende steden en grote stukken open land waar je doorheen kan reizen. Dorpjes die je tegenkomt, nou, in, in, uh, in Mirage is dat teruggebracht tot de stad Bagdad. Uh, en, en de omliggende woestijn eigenlijk, een stuk van de woestijn en het dorpje uh, Angbar, Kambar. Het klein, klein dorpje in ieder geval waar uh, uh, het verhaal van uh, Basim begint. Dat en dan uh, de, de, uh, de kloof van Alamut, uh, net buiten Baghdad, of tenminste een stuk buiten Baghdad, uh, waar de Hidden Ones hun kasteel hadden uh, in het verhaal van Assassin's Creed dan. Uh, de assassijnen hebben inderdaad nog in het kasteel van Alamut gezeten, maar dat was zo'n 300 jaar later in onze geschiedenis. Dus dat, ze, ze kijken wel weer opnieuw heel goed naar de lokale geschiedenis en wat het allemaal te maken heeft, ja. maar het is wel... Uh, het, het is echt weer een, 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 een Assassin's Creed game. Dat wel. Dus, uh, er is goed over nagedacht. Het zit grappig in elkaar. Uh, hoofdpersoon is opnieuw zoals wel vaker een natte theedoek. Uh, maar dat hoort er toch wel een beetje bij. Dat, uh... Het is even geleden ja, dat, dat we echt een goede. Nou nee, dat neem ik terug trouwens. Ik vond het in Odyssey ook heel sterk. Odyssey, maar... ik heb Origins in Odyssey heb ik niet gespeeld. Ook om diezelfde RPG-eske reden, zeg maar. dat ook yeah. maar gewoon niet. Yeah. En dat bewees Valhalla destijds. Um, maar ja, ik, ik hoor dat die, dat die verhalen beter waren dan, dan uh, Valhalla, inderdaad. Die was misschien net toch nog te wat zweverig, misschien. Met, uh, met, met, met zijn magie en met het hele uh, Scandinavische, Noorse uh, aspect eraan. Mm -hmm. ja, ik denk ik, dat dat hier wat minder is. Ik vond persoonlijk. Valhalla wat te, te donker. Qua thema, maar ook qua... De personages waren gewoon minder interessant, waren minder leuk. Uh, Assassin's Creed heeft ook altijd wel een beetje humor en een beetje spontaniteit. En dat, dat miste ik gewoon in Valhalla. Dat vond ik gewoon uh, een ja, beetje... Ja, ten opzichte van Odyssey was het natuurlijk wel heel broody. Ja. Dat ja, was het een beetje. Want ik ja, vond Odyssey, o Odyssey dus, had echt een lichte noot ook. Maar. Precies. Odyssey voelde heel vibrant. En wat jij ook zegt van... Uh, van Mirage, dat de wereld heel levendig voelde. Nou, dat had ik bij Odyssey ook. Nee. De ja. personages waren leuk. Het had grappige sidequests. Uh, het hoofdpersonage is leuk. En dat miste ik bij Valhalla ook wel een beetje. Dat, de, dat... Twee hoofdpersonages natuurlijk, hè? Dat ja. was uh, ook even een dingetje. Bij, uh, bij uh, Odyssey, ja. 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 En nee, bij dus Valhalla ook, Ja, bij Valhalla. Ja, ja. Ja. Bij, uh, Allebei Ivor. Ja. 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 Nee, maar uh, wat, het, wat het bij... Uh, dat broer, die dat zit nog wel heel erg ja. in die ruis. Dus hoewel de stad heel levendig is, is het verhaal wel duister. Uh, het gaat al snel over de schaduwkant van, van de stad, inderdaad. En, en het onrecht wat er wordt aangedaan. Um, dus, dus voor humor is er niet per se heel veel, heel veel plaats. Er is zo door, er door knipogen gedaan naar de rest van de serie. Je uh, komt uh, de. De student zeg maar, van, van Basim uit Valhalla kom je dus als, als jong jochie tegen in in Origin, of uh, in Mirage, dat soort dingen. Uh, er, zit, er zit ook een, uh, een, een hommage in naar een kat die op een gegeven moment ja. heel populair is geworden. Met, omdat hij het, het symbool van Assessor Creed op zijn snuit heeft. Nou, die kun je ook tegenkomen in de, in de stad. Dat soort dingen zijn wel grappig. Maar voor de rest is het wel een die verhaal. Het is allemaal wat donkerder. Het gaat heel erg over innerlijk conflict en, en het, de strijd tussen, of tenminste het kwaad dat mensen elkaar aandoen. Nou, uh, dat dus vind dat ik op dat... zich nog niet erg hoor. Dat, dat probeerde ik ook niet te zeggen, maar in Valhalla was het op een minder interessante manier uh, ja. gedaan, denk ik dan. Ja. ja. Ik denk dat dat een beetje bij de Vikingen hoort, Gewoon wat uh, robuuster, wat uh, geforceerder. Yeah. Uh, het, het was ook een, het was een invasie is de setting. Dat is ook gewoon een beetje uh, ja een kutsituatie. Dus dat uh, is wat, daar kun je wat minder uh, likelijk Nee, op dat, op dat, dat de, zeker. Kijk, uh, waar mijn, mijn probleem ook op een gegeven moment een beetje, mensen zat, ook met vooral met Valhalla was van. Wat heeft dit nog met de assassijnen te maken? Wat heeft dit nog met de sluitmoordenaars of de Hidden ja. Ones te maken? zeg maar. Uh, een hakbel in je borstkas is nou niet echt per se de definitie van sneaky, uh, met, uh, nee, nee, gillend nee. over een slagveld rennen. Als ik verborgen wil blijven, zou ik het niet doen, zeg maar. Dat, uh, ja, maar dit, dit had Origins al, dit had Odyssey ook al, dit had Valhalla, die hebben allemaal een beetje dat uh, in gevoel laten varen voor ja. gewoon coole combat en die combat ja, is ja, ook vaak. Dat. Maar explosief, dan, ja. grote speren die in het rond zwaaien, magie. Uh, ja, dat Had het dan wat anders wel... genoemd, weet je? Dat, dat, is, dat, dat heb ik dan een ja. beetje dus zo'n gevoel bij, bij die games. Dus daarom ben ik wel toch blij. juist. Ja, het, is, ja. het, 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 het doet een zeer, uh, zeer volwaardige poging in ieder geval... om terug te gaan naar dat originele gevoel. Dat, uh, dat zeker. Of ze dat ook daadwerkelijk lukt, dat is de tweede vraag. Want het is... Het is... Het wil soms iets te graag nog een Assassin's Creed game zijn. En dan een recente Assassin's Creed game zijn. Um, het wil soms iets te graag nog um, de stakes onnatuurlijk high maken, zeg maar. Onnatuurlijk hoog, maken het belangen heel erg zwaar wegen. En daardoor soms ook curves nemen in het verhaal dat je denkt: van ik weet niet waar dit vandaan komt, maar het zal wel. Uh, dat, dat het dan net weer voelt van, oh ja, nee, we zijn nog steeds een Assassin's Creed game aan het spelen. Ja, en ik ben dan wat gameplay beelden aan het bewerken van die game en ik, ik zie dan ook ineens van, oh, Basim, hij kan ook gewoon teleporteren tussen verschillende ja. enemies en dat is best wel, uh, er zijn allerlei overpowered trucjes dat je uh, gevechten gewoon heel makkelijk zo, oké, okay, klaar. Um, dat voelt toch ja, heb ik, ik heb het idee dat het daarmee... houdt het heel erg nog wel vast aan een zeg maar, valhalla, of, of heb ik dat... Ja, dat is? Uh, dit is dan een, een nieuwe kracht, zeg maar... die je hebt in, in de game. Is je, je, ja, een soort focus mode, zeg maar... Vergelijk het een beetje met, met Red Dead Redemption, dat je op een gegeven moment de tijd kan stilzetten en dan rustig op vijanden kan richten en dan ze allemaal, ja, allemaal een headshot kan geven. Nou, je, je hebt een Assassin's metertje onder in beeld lopen en als je die tot maximaal vijf streepjes zijn, het, volgens mij, kun, je, kun je hem upgraden, kun je hem vullen, dan kun je vijf vijanden in één keer door te richten. Zeg maar, kun je ze eerst rustig selecteren. Ik wil eerst die, ik wil en die, dan die, dan die en dan die. Ja. En dan schakel je ze in volgorde uit. Uh, het, het ziet er een beetje glitchy uit. Het, het, het geeft nog heel erg dat gevoel van: oh ja, we zitten nog in de animus. In die ja. machine van uh, Abstergo. Terwijl dat aspect dus eigenlijk compleet naar de achtergrond verdwijnt in deze game, wat ook wel interessant is. We um, zitten niet meer in een animus in deze game? Ja, nou ja. De, de game begint met een, met een cutscene waarin je visualisatie van wat DNA ziet en er is een Engelsman. Dat ga ik tenminste uit van de naam die in beeld kwam. Uh, een Engelsman die dan vertelt over, over DNA en Animus en noem het allemaal maar op. Maar dan duik je meteen de game in. Dus we hebben geen moderne sequences. We hebben geen scène dat er iemand in zo'n Animus machine wordt gestrapt, et cetera. Er is helemaal nergens te bekennen in deze game. Wat ik op zich een, een, een leuke verandering vind. Uh, maar dat maakt het wel ook wat meer dat het echt ook als een losstaat verhaal voelt. Zeg maar, dat het niet per se zo nee. heel erg hard in het stramien zit. Tot, en ik ga niks spoilen, het laatste half uur van de game en dan, dan weet je wel weer, oh ja, zo wordt het in, in het geheel geforceerd, zeg maar. Zo komt het weer in het Assassin's Creed stramien en ja. past het weer in de tijdlijn met alle vage dingen die de game dan soms doet om in dat te it. bereiken. In het Assassin's Creed universe, zeg maar. Het, uh, ja, ja, dat, uh, dat gewoon heel erg. En ook gewoon in, in het grotere overkoepelende spelletje... wat als je meer Assassin's Creed games hebt gespeeld... zeg maar wel weet van hoe het zit met de, uh, met de andere zaken. Ik wil nou niet te veel spoilen, dat is misschien wel het probleem. Ja, de, ja het is, het, de, de lore gaat uiteindelijk ja. best wel diep... en uh, is ook veel kanten op gegaan. Maar uh, oké, okay, ja... Uh, Rare bedoeling af en toe. Ik, ik volg dat ook allemaal niet. Nee, precies dat. inderdaad. En ineens, oh ja, dat bestond ook nog. Ja, Dat was ook ooit een onderdeel van Assassin's Creed, dat gevoel. Ik, ik ben nog steeds een beetje boos over de plotwist van deel 1. Dat het <laughs> allemaal ging over uh, de, 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 een of andere lichtgevende bol. Wat de fuck, man. Ja, ah, ja, ja. oké. Okay. Um, uh, Maxime, ja. We, we leggen de bal bijna helemaal niet bij jou. Je bent hem ook aan het spelen, toch? Nog niet. Uh, ik heb hem nee? wel binnen want ik heb hem dus echt vorig jaar al besteld. <laughs> um, ja, maar hoezo ben je niet aan het spelen? Nou, ik zit nog midden in <laughs> oh, oké. Okay. maar hij staat ja, dat is dus zeker een Excuus op het wat je de komende 300 jaar nog gebruiken. Weet je, yeah. ik zit ja, dat is, in waar. Gate. <laughs> dat is ja. waar. Nee, ja. ik denk dat het een, een december game of zo voor mij gaat worden. Als je dus ook zegt hij is in een uurtje of 15 tot 20 uit te spelen, dan Denk ik dat het zo'n lekkere game is voor tussen kerst en nieuw of zo, om dan ja. uh, tussen de top yeah. 2000 door te gaan spelen. Um, maar ik moet wel zeggen dat ik in de collectors edition dus zeer te spreken ben over het beeldje wat erbij zit. Oh dat, ja, uh, okay. dat, is, dat is een mooie. Ja. Yeah. Absoluut. Um, ik ben wel onder de indruk. Hij is gemaakt door Pure Arts. En die hebben wel eens vaker met Ubisoft samengewerkt. Maar veelal voor die grote beelden die dan duizend euro zijn of zo. Ah, ja, ja, ja. Um, ja, nou, ja. En deze Collectors Edition was een hele nette prijs, vond ik. Um, de game zelf trouwens ook. Minder dan je. Uh, ja, voor mij is die viertientjes. Andere... Uh, ja, ja, veel minder ja, ja. dan je andere AAA games die je dit jaar uh, op gaat pakken. Um, ja, voor, voor zo'n game is dat dan ook wel prima, denk ik. Als je zegt, hij duurt niet te lang. Maar uh, ja, mooie collector's edition. Leuk speel erbij. Ja, ik uh, kijk ernaar Schut. uit om hem te spelen. Want ik heb dus zo goed als alle Assassin's Creed games gespeeld. Ik denk dat ik Damn. wel een paar games uh, uh, opzij heb laten liggen. Ik heb Valhalla niet afgemaakt. Moet ik ook heel eerlijk zeggen. Um, ja, Vallo, die was het langst van allemaal. En ik heb... Uh, ja, precies. Ja, yeah, wel... Um, ik maar heb, ik heb wel... Persona 5 Royale Heb ik wel, of Persona 5 heb ik wel uitgespeeld Weet je, met 130 uur op de teller dat is... ja, ja, nou ja, ik moet heel eerlijk zeggen huh. In Assassin's Creed Odyssey Heb ik ook ongeveer zoveel uren zitten Die heb ik geplatinumd Omdat ik hem gewoon zo leuk vond dat ik erop ben teruggekomen Maar ja. um, Dat had ik dus niet bij Valhalla voilà. uh, Dus ik ben wel benieuwd of, het, of dit het toch wel weer terugpakt Na de ja, wat je zegt, slijpmorden, een een stad die je echt gaat verkennen en die je dan op een gegeven moment kent als je broekzak. Dat zijn gewoon leuke dingen. Dat je echt de, de wijken ingaat en de gebouwen door. En ja, dat, uh, dat vond parkour. ik altijd. Parkour. Dat vond ik altijd wel een van de hoogtepunten. Ook in, weet je, Assassin's Creed 2, en um, Brotherhood. En zo. Echt het, het hoogtepunt van de serie wat mij betreft. Um, Fox-velen volgens mij ja. wel, want het SEO-era ja. is, ja. is bij de meeste gewoon de, de piek. De en daarna zijn ze ook echt die games gaan crunchen, want toen hadden ze op een gegeven moment elk jaar wel een Assassin's Creed, dat ja. het bijna ja. zo'n FIFA-achtige release werd. Alleen dan was dit iedere keer een compleet nieuwe game met compleet nieuwe bugs. Dus um, daar zijn ze weer vanaf gestapt. Halla is ondertussen drie, vier jaar geleden. Ja, 2020 dus uh, Nou, drie jaar geleden dan. Um, ja. Dus dat is denk ik wel een mooie tijd om er tussen gehad te hebben. Dat ze um, even pas op de plaats hebben kunnen maken. Even hebben kunnen zeggen: wat willen we dat de franchise nu gaat doen? Welke kant willen we ermee op? En wat willen de fans ook zien? Ik denk dat dit wel zo'n zo game die teruggaat naar de basis, die, dan, die je in een uurtje of twintig uit kan spelen, wat, wat eerst ook was. Dat, dat mensen dat dan wel ja, graag kunnen zien. En, en, toch? Toch? Ben ik daar een beetje bang voor wat je zegt? Dat ze, uh, uh, we, we weten natuurlijk dat er nieuwe games al in ontwikkeling zijn. Uh, ja. Voor mij Jade de eerste volgende, die moet gaan uitkomen die naar het feodale uh, Japan moet gaan, geloof ik. Um, nee, dat is uh, China. Is dat China? Ja, je hebt Jade, ook nog uh, Red of Red. Red, Red, Red ja, Red is ja. dan de volgende, ja. en dan Jade daarna. Maar uh, Red zou dan terug naar het feodale Japan moeten, inderdaad. Volgens mij niet, Jay toch eerder. Dat is de mobiele game. Die, die gaat binnenkort. Ah, geschaan, toch? Die, die, ja, die, okay, volgens mij gaat ja. die binnenkort in Early Access al, dacht ik. Mobiel. Mobiele games zijn niet je GM. Ja. <g Systems> <Yeah. laughs> <Yeah. gülüyor> Helemaal. Ja, wel mobiele games, maar niet iets als een, Assassin's Creed. Een, een nee, uh, dat zo... wil je niet zo... op zo'n klein priegelschermpje spelen. Dat, precies. Maar goed, uh, dat, dat even terzijde. Uh, maar goed, dan, dan Red wordt dan volgens mij ook weer gewoon zo'n valhalla esk groot Big ass game, weet je wel, yeah. waarin je een enorm gebied kan gaan verkennen, waarin je veel gaat zien. Um, ik, dat ik, is ook al een soort van confirmed, hè, dat dat zo is. Dat, dit was uh, meer een experiment, zo om te kijken van, yeah. oh, kijk wat dit doet. Laten we Bordeaux een keertje een, vo een volledige titel maken. Laten we dat project maar uitwerken en kijk maar wat er gebeurt. Um, de, de, de ontvangst is ook redelijk gemixt. Ik heb mensen, ik heb er ik heb acht en negen voorbij zien komen, maar ik heb ook vijfjes voorbij zien komen. Vijfjes vind ik zeker wat overdreven, achternee en negen ook. Ik denk dat ergens gewoon rond een zeven zou zitten als je er een cijfer op zou moeten plakken. Um, maar het, het, het is voor mij wel de leukste Assassin's Creed in jaren. Uh, ik, ik heb er plezier aan gehad om er weer doorheen te spelen. En ik denk ook omdat je gewoon weet dat het niet een game is, die, die 100 uur of ja. te duren. Zeg maar. Ik denk dat yes. dat voor mij gewoon heel erg heel van. Oh weet je, laat ik vanavond weer eens. Uh, laat ik even op de bank gaan ploffen. En laat ik gewoon even het verhaal vorderen. Want ik weet dat ik dat nu kan doen. Want ik ben gewoon door een verhaal heen aan het spelen. In plaats van een, een grote open wereld RPG. Het is ja, precies het dat. Is. Ja, maar ik, ik merk aan mezelf. Ik vind het altijd moeilijk om in dat soort grote games te stappen. Um, Baldur's Gate was de eerste in tijden voor mij. En ook daar kostte het me heel even om weer in te komen. Om te zeggen, oké, okay, ik, ik zit in de gameplay, ik zit in het verhaal. Um, maar als je die uren in een game steekt uh, die wat kleiner is... dan heb je hem al uitgespeeld, zeg maar. Dus ja, ik, ik snap wel wat je bedoelt, denk ik. Dat je echt vooruit kan komen in een game als je er een paar uurtjes voor gaat zitten... Um, ja, wel mooi dat het dat zo het ook titel niet alleen niet eindeloos voelt, denk ik. Dat vind ik altijd en, zo nare als ik op een gegeven moment zoiets heb van: ik hoop dat we richting het einde gaan, maar dan is dat nog lang nee, niet zo. Nee, maar nu moet het. Ja. De, ja. de game pakt dat hier ook wel slim aan door bijvoorbeeld um, het levelsysteem wat je in, in Valhalla en Origins en zo had. Um, dat is een heel stuk meer naar de achtergrond geschoven. Er zit nog steeds zo'n rangensysteem in. Dus je begint als een, als een novice, als een beginner uh, sluikmodenaar. Uh, en gedurende het verhaal bouw je je rang op, tot je uiteindelijk een meester uh, sluipmoordenaar bent. Um, en de game geeft wel aan van, nou, er zijn vijf gebieden. Je hebt, uh, je hebt de woestijn om Bagdad en dan de stad Baghdad opgedeeld in vier secties. Uh, en als je de middensectie, de, de round city, zoals ze dat noemen, waar het Koninklijk Paleis en zo is, als je daar... Kun je, kun je op ieder moment naar binnen, maar als je daar als een office naar binnen gaat, dan heb je de kans dat een bewaker je in twee klappen je, je, je hersenpan inslaat, zeg maar, en dan is het, uh, is het game over natuurlijk. Terwijl als je meester sluitmoordenaar bent, dan kun je langer staande blijven, dat soort, dat soort zaken. Maar, maar dat dan, is, dan zit het ook is in het thema. Hetzelfde als Far Cry. Oh sorry. Ik zei ja, dan zit het ook in het thema. Als je dan zegt van ja. je level binnen de organisatie en dan word je ook naarmate je beter wordt, zeg maar, ja. in plaats van dat je dan een een soort van arbitrair cijfertje eraan gaat hangen van... Dat, weet je. Oh, je zit nu uh, op level 50. Ja. Of zo. Ja. ja, dat. Wapens hebben geen level meer, weet je wel. Je kan een wapen wel levelen, zeg maar. Je kan een wapen in drie, drie stappen, zeg maar, upgraden. Beter maken. Je... Ja. ja, precies. Beter simplified. Ja. Maar je hebt niet meer een level 20 nodig om dat ene zwaard vast te kunnen houden. Wat ik echt de grootste bullshit alle tijden vind ja. um, de, je ziet toch dat Ubisoft die, die RPG-dingen weer echt gaandeweg... dat ze toch veel aan het experimenteren zijn van... oké, okay, wat als we dat weer even wat minder terug, doen? Die zo, die ja, die, die hype is denk ik gewoon een beetje voorbij weer. En daar, ja, want daar dat, dat is dus precies wat ik bedoel met... dit lijkt net op Far Cry. Want die, die hebben hetzelfde gedaan van New Dawn op uh, Far Cry 6. Zag je ook dat, dat, dat uh, alle RPG-elementen werden een soort van simplified. Ja. Inderdaad, minder levels en precies hetzelfde met van... hé, hey, je kan overal naartoe gaan waar je maar wilt... maar, die, maar dat centrum, dat is uh, heel zwaar, dat is heel moeilijk. Daar moet je nou niet zijn. Dat, uh, volgens mij is dat gewoon een soort van het nieuwe. De, de nieuwe, nieuwe formula. formula. <laughs> ja. Zou heel goed kunnen, natuurlijk. Zou heel goed kunnen bij Ubisoft. Daar hebben ze een handje van. Um, ja. Maar nee, dus, dus dat, dat, dat maakt het wel dat het allemaal wat natuurlijker voelt. om doorheen te spelen. Weet je, uh, je, je, je hebt dan nog wel een. een, um, een skill tree. Uh, en je krijgt. voor mijn gevoel op redelijk arbitraire momenten. gewoon random krijg je ineens een. een extra skill points, misschien naar missies, Sorry. misschien tijdens gewoon normaal verkennen. Ik weet het niet. Ik heb ook wel, dit is dan misschien een side note. Ik heb heel bewust voor gekozen om een hele hoop UI-elementen uit te zetten. Dingen oh, als oh dat als doe ik ook altijd. Ja. ja, dingen als continu een, een missie in de buurt, uh, dingen die je oppakt, weet je, dat heel de tijd in beeld springen en zo, heb ik allemaal uitgezet. Ik heb de ik heb de, de radar of de minimap zeg maar aan laten staan of de radar is het meer. Ik heb mijn health bar en mijn assassins bar en dat soort dingen heb ik aan laten staan. Voor de rest heb ik zoveel mogelijk uitgezet om maar een beetje meer weer dat gevoel te krijgen van je bent gewoon aan het verkennen en je bent gewoon aan het doen. Um, Laat me niet zien dat het een RPG is met loot en zo. Nou ja, dat, <laughs> dat weet, weet je, je. Uh, als, als ik dat wil, dan, dan zoek ik wel een lootershooter. Weet je, dat is, ja, niet, ja, ja. dat is niet waarvoor ik mijn assassin's creed speel. Uh, dat speel ik gewoon voor die power fantasy, dat je een, een sluipmoordenaar bent en vanuit een hooibaal baal... een duivelse bewaker neerkast kan steken, om het zo te zeggen. Die, die powertrip die zoek je. En niet van... oh, als ik nou level 20 ben... Oh, dan kan ik een schild pakken. Joh, jongens, Ja, nou, ik, ik, moet, ik moet zo even terug naar het dorp... want uh, de wekelijkse verkoper... heeft, uh, ja, dat een, nieuwe, heeft een nieuwe refresh. Uh. <laughs> dat, dat wil ja. ik niet. Dus, nee, da, daar ben ik wel uh, blij mee... dat ze dat meer loslaten. Um, Ubisoft beloofde heel erg... een, een ook vrijheid, uh, maar dat is dat is een beetje zoals de naam al duidt een een lichte illusie zeg maar in uh, in een Mirage. Wat wat uh, wat bedoel je dan precies met met vrijheid? Gewoon om te gaan en staan waar je wil, of om de om de assassin te zijn die je, je wil worden of Je zit je wat? je kon je kan sowieso gaan en staan waar je wilt. Uh, er komt ook een een stukje in de game waarbij je krijgt van kies zelf welke route je kiest. Je kan hier zijn drie doelen. Kies zelf in welke volgorde oh. je deze doelen vol het die maakt die illusie van vrijheid. Ja, dat is één illusie van vrijheid die ze, die ze voorhouden. Die je gewoon doe drie keer een andere missie en je komt nog altijd op hetzelfde punt uit. Ja, uh, Toezichtig, ja. ja. dat inderdaad. Maar ze doen het ook zeg maar met de missie zelf. Dus uh, je werkt vaak toe naar. Er zijn zes doelen of zo uiteindelijk die je gedurende je avontuur moet vermoorden. Uh, en daar werk je daar werk je naartoe. Um, maar het begint... Uh, uh, ieder, ieder doel begint zeg maar met een korte missie... om even te gaan verkennen om het gebied waar, waar dat doel zit te gaan verkennen. Uit te gaan zoeken van oe, wie is het nou eigenlijk? Wat moet je doen? Hoe kunnen we ze uit de tent lokken? En dan kom je bij de daadwerkelijke missie om je doel te vermoorden. En dan krijg je de cutscene. Uh, het is heel cinematisch gebracht. Je krijgt de cutscene. Je krijgt een groot shot van het gebied waar je doel zit. En dan van... Nou, hier zijn zes manieren om... Uh, je doel uit de tent te lokken. Uh, en dat, dat, dat geven ze dan niet heel specifiek aan, maar je krijgt een stel icoontjes in beeld. En dan zaten er staan bijvoorbeeld twee zwaartjes bij een luidspreker, een, een vlammetje. En dat betekent dan, je kan ergens waarschijnlijk iets in de fik steken om iemand naar buiten te lokken. Je kan een stel uh, huurlingen inhuren om chaos te veroorzaken. Je kan een, iemand omkopen om een revolutie of een, een staking op de been te helpen, dat soort dingen. Dus dat, dat socialistisch. Voelt... Ja, ja, heel erg, heel erg. Uh, maar dat voelt heel erg van, oh, ik heb nou heel veel vrijheid om zelf een route te kiezen naar mijn doel weer toe. Maar dan kom je er eigenlijk, na de tweede missie, kom je er al achter van, oké, okay, als ik die eerste stap heb gezet, als ik of de huurling heb ingehuurd, of ik heb een geheime deur opengemaakt, of ik heb ergens iets in de fik gezet, dan kom je eigenlijk allemaal dezelfde achtbaan in en ga je allemaal op dezelfde manier naar je doel toe. Dus het, yeah. het voelt aan het begin heel open en dan kom je in één keer samen allemaal in dezelfde tunnel weer terecht. Maakt niet uit welk, welk karretje je hebt gekozen, je komt allemaal in dezelfde tunnel terecht en ga ja, je naar, dat... na, naar het einde van je missie toe, zeg maar. En dat, ik, dat ja, is echt zo'n illusie van vrijheid die gewoon heel erg, na de tweede keer heb je echt al door, oh dit zijn we aan het doen, prima. Ik, ik zoek gewoon naar wat het makkelijkste voor mij is en dat kies ik en dan ga ik verder met mijn missie, want die is toch telkens hetzelfde. Ja. Misschien op een wat minuut leen. detail na, zeg maar. Ja, oké, okay, dus ze proberen wel wat, maar het is. Ja, natuurlijk, is weet je. Uh, bij, bij een van de missies, inderdaad, nou had ik op een gegeven moment. Uh, had ik zowel een geheime ingang gevonden als uh, de, de huurlingen aan de praat gekregen. Nou, voor de huurlingen had ik de poorten opengemaakt, weet je. Dus die huurlingen die stormen uh, een, een, een pand binnen. Uh, die gaan daar tekeer keer. En tegelijkertijd was ik naar mijn geheime ingang onderweg. En vanuit de geheime ingang kon ik dan opnieuw een deur openmaken. En dan konden die huurlingen de bin het binnenste gedeelte van dat pand in. Of van dat, van dat hof. Oh, twee laags. Ja, weet je. Maar nog steeds. Je moet nog steeds naar hetzelfde doel toe. Dus of je dat nou doet door die huurlingen. Of door, die, uh, door via die geheime ingangen binnen gaan. Het is nog steeds hetzelfde doel. Die zit nog steeds op dezelfde plek. Je moet nog steeds dezelfde stappen doorlopen. Om uiteindelijk je doel te bereiken. En dat voelt een beetje van. Ja, schijnvrijheid. Dit doet onder aan een Hitman, toch? Ik, ja, ik, zeker. Ik, te, het, het, het probeert Hitman te, te zijn, maar... Maar Hitman doet dat wel goed met die keuzes. Als je bij Hitman dingen gaat experimenteren van wat als ik zo naar binnen probeer te komen? Of wat als ik dit ja. pak aandoe? En dan, en dan loop je juist tegen hele leuke dingen aan die dan gebeuren. Ze van, oh, dit is heel uniek en dit gebeurt alleen omdat ik het zo getackled heb. Omdat ik deze strategie heb toegepast. Dat, uh, het, dit het, dit het, klinkt heel jammerlijk. Het, het voelt een beetje alsof, alsof uh, het team in Bordeaux datzelfde idee had van, oeh, weet je, Hitman heeft echt heel heel goed, hele ja. goede ideeën. En dat er dan bij iedere sessie zo'n middelmanager was die toch even terugliep van, jongens, 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 we zijn wel een Assassin's Creed-game. Maak het repetief. <laughs> nee, 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 <laughs> we, we, ja, vergeet niet waar je roots liggen, weet je. Vergeet niet dat dit Assassin's Creed is. Uh, ja, en daardoor valt het toch weer een beetje is het ook echt weer een Assassin's Creed game. Ja, ook jij bedoelt dat als zijnde van... Uh, In het goede en het kwade. Een, ja, ja, dat hij ook iets heel middelmatigs heeft. is, is volgens mij een ja, beetje het de, is de lading het, die het, ik eruit is, haal. Het, 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 heeft, het heeft glimmers van potentie, maar het haalt het er allemaal net niet uit, zeg maar. Uh, dat is denk ik wel de kern is, is, van... Is dat, is dat een Ubisoft principe of een soort van core Ubisoft rule ik denk dat er uitzonderingen zijn hoor maar dat dat ik denk dat dat vaak mijn gevoel is bij veel ik van denk de dat Ubisoft dat wel video. de de het merendeel van de Ubisoft game van de afgelopen tien jaar is ja ja zo van er zat iets in maar ze hebben het afgevlakt en ja. um, ze ja, hebben het zo, uit, zo, zo breed zo. mogelijk willen maken en dat is, ja 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 is het is het dan klinkt het wel is het makkelijk Waarschijnlijk, ja, het zal niet heel lastig zijn, tenzij je uh, die, die guards uh, een miljoen uh, HP geeft, maar... Nou ja, nee, nee, het is, kijk, uh, je, moet, je moet nog wel een beetje tactisch spelen. Dus als jij, uh, als jij gewoon uh, over een muur heen klimt, een, een, een paleistuin binnen, en je gaat er een beetje in het rond staan zwaaien, weet je wel, dan wordt er zo'n alarm geluid en dan komen er 15 bewakers op je af. En het is, ja. het is niet zoals in Assassin's Creed 1 dat je rustig kon staan en dan één voor één kon parryen, weet je wel. Uh, <laughs> ja. je, je, je hebt bad guys die, die aanvallen hebben die je niet die je echt moeten ontwijken, die je echt moet dodgen. Je hebt anderen die je kan parryen. Maar ze vallen ook soms tegelijk aan. Je hebt een, een, een grote guard die je aanvalt, terwijl een kleine guard ook op je in staat te slaan. Weet je, je moet wel wat meer in de gaten houden. Uh, dus je kan nog steeds best wel makkelijk doodgaan. Ik had op een gegeven moment een gevecht. Uh, dat, dat ik ergens in een valletje werd gelokt, zeg maar, met twee normale guards en, en, een, en een zwaardere, een heavy guard, zeg maar. En die heb ik echt vier keer opnieuw moeten proberen of zo, omdat ik telkens niet lekker in mijn flow kwam, uh, wa waardoor je heel makkelijk doodging. Maar over het algemeen, weet je, vooral met stealth, uh, je hebt best wel weer een, 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 een repertoire aan. Um, uh, gadgets die je kan gebruiken. Je hebt je, je, je werpmesjes, je hebt je, uh, je blowdarts, je hebt je bommetje, je hebt je rookbommetje. Um, daarmee kun je best al wel wat vijanden omleggen. Of in ieder geval uh, verwarren of in slaap zussen. Dus dan is het best wel makkelijk om inderdaad F te stappen en ze ergens weg te gooien en dan weer door te gaan, weet je. Het is wel die Assassin's Creed loop. Uh, ja. maar, maar dat dan maakt moet het je wel weer leuk. plannen. de gevechten klinken beter. Oh, sorry? je moet wel weer plannen dan. Ja. Ja, ja, je moet wel dus inderdaad dat is wel een beetje weer leuk. Je moet timen inderdaad. Wanneer schakel je welke guard uit? Loop je er even omheen? Je hebt wel die vrijheid inderdaad om, om dat wat tactischer aan te pakken? ja Wat uh, jij wou zeggen Tom, jij vindt de grote gevechten leuker? Of? Het klinkt alsof die grote gevechten inderdaad wel een upgrade zijn vanaf Assassin's Creed 1, want de, de, de echte roots van de combat van Assassin's ja. Creed waren inderdaad, zoals je zegt, te simplistisch. Dat je gewoon vijftien van die enemies om je heen had en allemaal, ja, dit is één voor één een stap vooruit, ja, zeg maar. Dat is nu swarmen, dat ja. klinkt leuker dan. Is wel wat dynamischer, maar dan merk je wel inderdaad van, je bent geen soldaat, zeg maar. Je bent iemand die... Nou, dat is fijn. Ja, dat, dat is fijn inderdaad. Ik, ik vond het veel fijner om gewoon inderdaad verborgen te zijn en dan maar uh, één voor één op mijn gemak uit te schakelen dan dat je inderdaad hoort van ook oh, het alarm gaat af, uh, oh shit, daar komt vijf man, wat ga ik nou doen? Ja, dan maar op een rennen zetten, weet je. Het gevecht aangaan is vaak niet, als het niet een één op één gevecht is, is het, dat niet de slimste tactiek. Dat, ik, ik, ik vind dat fijn, want ik denk dat ja. dat het haak staat op wat voor haladé, weet je al, dat ja, ze een, alle, een, een ja. dorp ja. binnen stormen ja. en gewoon... Grote mees in het rondzwaaien. Um, ja, dit, dit voelt toch iets, uh, iets meer ingetogen. En toch iets dichterbij wat ik verwacht ook dat een uh, assassin inhoudt. Uh, als een hidden ja, ja. one in dit geval. Hè, het is geen assassin. Dat is ja, nog ding. Ja, nee, Dan maar... heb je echt... Dan heb je Fitty met z'n assassins. <laughs> en dan, dan een Amsterdam, een Amsterdammer Rotterdammer. Man. Maar juist het, 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 uh, het slijpen en het plannen en zo vind ik juist spannend aan dat soort ja. games. Is dat je... Je ja. zit echt van, oh, gaat dit lukken en in welke volgorde moet ik het doen en dat soort dingen. Dus dat, ja, ik vind dat altijd wel leuk. Ja, ik ben toch wel benieuwd. Uh, het, het blijft dan wel een Assassin's Creed game in de manier waarop het ook dezelfde bugs heeft als Assassin's Creed games de afgelopen 16 jaar al hebben, zeg maar. Zoals? <laughs> dus, dat we het uitpoppen zoals bij Unity? Of nee, dat, dat niet, dat niet. Maar dat wel, is wel uh, extreem, dat, dat, ja, ja. Je, dat je voor een muur staat, weet je wel, waar obvious klimpunten aan zitten, maar dat je dan vijf pixels te ver naar rechts staat en dat je dan tegen de muur omhoog rent en dat hij zichzelf dan oh. weer laat vallen, weet je, dat ah. soort dingen. Ja. Uh, die, die, die typische bullshit. Uh, of dat je ergens af wilt dalen en dat hij dan gewoon denkt, let's go! Oh, nee. Ik ga er gewoon ja. naar beneden. Dat, dat idee. Dat en is de klassieke. Ja, ja, dat je dan dat... ineens van de toren naar beneden valt omdat je... Ja op een verkeerde knopje trekt of zo. Maar ook... Dat, dat, dat is dat parcours-algoritme of zo. Dat moeten ja, ze net iets beter is, uh, is, uitbalanceren. Dat, terwijl sommige reviews zeiden van... Nou, ik vind dat het parcours zoveel beter is... geworden, dat ik... Van, nou, dit voelt hetzelfde als, als Valhalla... en alle voorgaande games. Dus uh, niet per se heel veel beter... Maar wat, wat je wat ik slingeren toch? Je kan slingeren en je hebt die, die highpalen. Ja, zo. Je, kan is... je kan nu veel jeppen. Je kan veel jeppen. Ze ja. hebben veel jeppen erin gestopt. Maar dat, dat is, ja. heb ik ook, denk ik, drie keer gebruikt in mijn twintig uur of zo. Want je komt ze niet oh, heel okay. vaak tegen. Dus um, ook, maar, ook zoiets, weet je dat, je, dat je verborgen zit ergens in een hooibaal of in, in zo'n zo klein hokje. Een hokje. Ja. ja, precies. En dat je dan iemand naar je toe kan lokken en dan uh, hem kan ess eten en dan gewoon kan. Maar Shalom. Ja, assassination zit dus op je uh, rechter schouderbutton. Uh, maar je standaard attack zit ook op je rechter schouderbutton. En je heavy attack zit ook op je rechter schouderbutton. Huh? Uh, ja, het is gewoon allemaal één knop. Als, uh, maar het is, het is een prompt, zeg maar, om, om een assassination te doen. Dus iemand moet oh, net nee. dichtbij genoeg komen, dan kun je een assassination... Maar soms heb je ook wel eens dat de game glitcht. En dan is het zo van... Uh, Oké, okay, hij staat nu voor... Hij begint met een zwaard dit gebedshokje in te prikken. Ik moet hem wel nu gaan assassinaten. En dan, dan druk je op die schouderknop. En dan spring je eruit te beginnen met je te zwaaien. Weet je wel. De van. Dit is nou net niet wat ik wou, Ubisoft. Dit is. You have one fucking job. Weet je. Dat, dat is het, iets te vaak met die game. Kan je hem wel mappen? Want ik vind het wel raar dat dat op dezelfde kiezen nee, is. Nee, het, het is volgens mij gewoon de standaard attack button. En dat is dan of een assassination als de prompter is. Of een, een enkele druk is een lichte zwaardaanval. Of ingedrukt houden is een zware zwaardaanval. Ja, die hadden oh. ze best wel los mogen koppelen. Yeah. Als het zo quicktime-event-achtig is... dan is een andere toets daar ja. vaak fijn, fijn voor, je Want als je dan net het window mist... dan doe je iets wat je niet wil. Dat inderdaad. And. Ja. Nou, misschien patchen ze dat er nog wel uit. Wie weet, wie weet. Al is dit... Uh, ja, dit, dit is ook weer niet heel erg Assassin's Creed-achtig... in de zin dat ze deze dus ook niet echt gaan voorzien van DLC... Nee, en er gaat geen DLC komen. Voor hebben... Tenminste, dat hebben nee, ze nee, nu roadmap. aangekondigd. Uh, geen DLC-roadmap. Er is wat... Extra uh, cosmetische uh, content momenteel. Hier kan uh, wat items uit de Prince of Persia. Zit natuurlijk een oh, beetje ja. in hetzelfde gebied als Persie af. Dus wat dat betreft, daar uh, zit, er zit een, een logische not in. Um, maar verder, verder is het uh, allemaal vrij uh, uh, niet des Ubisoft's met een eindeloze DLC roadmap. Dus ik ben benieuwd uh, ja, of de full focus hierna meteen gewoon terug naar, gaat naar Project Red. Ik denk het wel. Ja, ja, en de, de andere projecten ja. die er nog aan zitten te komen. Ik hoop wel dat ze um, meer hiervan willen proberen. Ja. Want dat is, dit is natuurlijk wel een beetje het experiment. Maar dan... Uh, volgens, ik, correct me even I'm wrong, maar het kan zijn dat Assassin's Creed Hexy... Dat die ook. Ja, dat zou wat, ook nog wat iets moet worden. Ja. ja, maar die zou dus ook weer in tegenstelling tot Red. dan weer juist de. Oh, kleinschalige. Ja, kleinschalige wat meer old school Assassin's Creed. Want dat is dus een beetje het ding ja. wat ze nu dus willen gaan jong leren. De, dus een wat meer old school dingen, wat meer een grote open ja, wereld dus, RPG. Ja, ja. Sandbox, jalalala. valhalla. Uh, 3,0, zeg maar. Ja. Ik geloof ja, dat ze nog niet dus, officieel hebben aangekondigd waar uh, Hexen over gaat. Maar. Er gaan theorieën dat het, dat het Duitsland uh, tijdens de oh, heksenjacht dat... uh, is. Oh ja, wel de heksenjacht. Ja, het einde van de Romeinse tijd, zeg maar. Het einde van het Romein, uh, Romeinse Rijk. En dan de heksenjacht. Ja, ja. Uh, ja, ja, niet uh, die, dan die tijd, inderdaad. Dus dat belooft dat ja. wel. Uh, als dat waar is, dan ja. zou dat heel interessant zijn. Eén uh, één laatste. Voordat ik afsluit over Sketch of van Het laatste punt wat ik uh, tof vind aan Valhalla... Is dat ze bij deze game. Voor het eerst Arabische voiceovers hebben gedaan. Uh, ja, na native, uh, native Arabische voiceovers. Uh, zo heb ik heel de game ook gespeeld. Ja, ik ben uh, het ook wat, van plan zo te doen. Ja, ja wat echt uh, de immersie echt wel helpt. Uh, um, gewoon omdat die stembekast in het Arabisch ook heel goed is. Um, het enige wat ik wat ik aan Ubisoft zou willen vragen voor je volgende game, als je zoiets doet. Geef dan gewoon een optie om native voices te doen. Want het, dit, dit is een ontzettende kleine pet beef, maar ik wil hem toch even kwijt. Zoals ik vertelde, begint de game met een cutscene waarin een Engelsman vertelt over DNA en noem het allemaal op, weet je wel. Uh, yeah. Ook die is gewoon, als je in het Arabisch speelt, in het Arabisch gevoiced. Geef mij gewoon een optie dat ik de mensen die ik hoor spreken in hun native taal hoor praten, als je die stemmen yeah. toch al die packages toch allemaal wel hebt. Het is een cutscene van nog geen drie minuten. Zo moeilijk kan het niet zijn om die voice files te included en zo'n optie aan. Ik, dus. ik, ik, ik denk dat dit wel moet gebeuren, ja. Want het is. Maar Ubisoft is anders ook zo goed altijd. Ja. Met, met, uh, met hoe, uh, hoe realistisch het is. Ja. En, en hoe trouw het is aan ja. de. Ook, ook Baghdad schijnt heel, heel realistisch te zijn. En ook voor. Ik hoorde dat heel veel uh, Arabische mensen. die, die bekend zijn. Met, weet je wel. die vaak in Baghdad geweest zijn. Dat die ook echt. die voelen dat ook ja. echt. Weet je wel. Van het, het klopt. Uh, ook Dat het Arabische schrift klopt, dat heb je ook heel vaak. Dat ze wel ja. Arabisch schrift doen, maar dat het allemaal bullshit lijkt te dat zijn. Is toch triest. Ja, um, ja, ja, ja. Dus dit is super trouw aan die, aan die locatie. Maar inderdaad, geef dan die extended modus: van ik wil eigenlijk gewoon van iedereen, alle nationaliteiten laat ze spreken in hun taal. En geef er een titel Ja, dat weet je, als we straks dan naar, naar, uh, naar zo'n Code Red gaan, weet je, Project Red. Als dat in Japans zich afspeelt, ja, dan wil ik de kast daar wil ik in het Japans horen natuurlijk. Maar als het dan weer terug naar moderne tijd gaat, dan wil ik het gewoon in het Engels hebben. Want dat is logisch, zo gaat het verhaal. Dus geef ook dat gewoon. En dan had ik in Valhalla ook heel erg dat Evo met een Brits accent speelt. Of met een heel Brits accent praat, weet je. Ja, Terwijl ze uit, nou, uit Denemarken... Nee, ik, ik zou wel zeggen dat dat een soort Scandinavisch accent was. Ja, maar, maar niet, dus... niet dat je denkt van een viking die voor het eerst aankomt in Groot-Brittannië. Nee, Britannia. daar was het niet dik genoeg voor, taxa's. Ja, het nee, je... is natuurlijk ook een beetje kip of ei, omdat de, de Scandinaviërs heel veel invloed hebben gehad op de Britse cultuur. Dus dat, je enough. zou ook kunnen zeggen: van dat is misschien dat ze zich daar net onder kunnen verschuilen. van ja, nee, want daar was het te dik voor of te, niet dik genoeg, zeg maar. Dat, uh... Ik denk dat het gewoon voor het gemak is gedaan van ja. zo kan iedereen het verhaal begrijpen. Ja, wederom toegankelijkheid. Ja. Ook wel een groot uh, ja. speerpunt voor, uh, voor Ubisoft. Ik vind het jammer. Ja, nee, goed, <hanging> daar <hanging> zit, uh, zit groei in, hè? Ik, Ubisoft doet er heel veel ja, mee dat dus raar, ik, Ja, dat is Dit lijkt me heel logisch dat ze dit inderdaad uh, ook. Uh, ik zou het naar ze opsturen, maar dit. dit ik, Leon ik, denk, ik kan me heel veel voorstellen dat ze hier achteraan gaan. We hebben ook connecties binnen Ubisoft, man. We bellen meteen naar de top. <halg peine> um. Ja, ehm. Um. Dat was het, hij Nee, nee, nou ja, ja, dat ja, ja, nee. Daar heb ik het al van nee, gedaan, nee, dat heb ik ja, zo ja, al gedaan, weet je. Terwijl we uh, heel erg tegen zijn op cijfers ja. verder. Maar nee, uh, nee. Als, je, als je alles wil weten over uh, Assassin's Creed uh, Mirage, uh, en deze podcast was nog niet duidelijk genoeg, dan kun je nu ook uh, mijn recensie op uh, Pixelval.nl lezen. Yes, um, check it out. Dan gaan wij uh, denk ik uh, door uh, ondertussen naar de nabranders. Jongens, de nabranders. Wat houdt ons momenteel allemaal bezig? En dat hoeft dan niet eens zozeer te gaan over nou ja, in het geval van Kevin Creed Mirage. Het, het mag games zijn, het mag tech zijn, het mag cultuur zijn, het mag van alles zijn. Heb je lekker broodje gegeten deze week? Vertel het ons. Kevin, wat is jou, uh, jouw nabrander deze week? Ik zit te denken of ik nog broodje gegeten heb uh, de afgelopen <laughs> ja. dagen. Oeh, uh, nou is het ja, wel echt een is, heel is, is, is fancy vervallig. broodje. Ja, nee, dat, dat heb ik niet, dus dat is jammer. Uh, dus dan gaan we het gewoon over, uh, over <laughs> dingen hebben die ons meer raken. Um, <laughs> ik, uh, ik ben uh, begonnen deze week aan uh, Castlevania Nocturne, uh, de oh. uitstekende uh, Netflix show. Um, Anime, toch? Of mag het niet aan? Ja, animatie. Laten we het gewoon op animatie houden. Oeh, oké, oké, oké. Ja, dus uh, daar heb ik binnenkort nog een hele podcast over, elders. Um... <laughs> elders, plug elders. hem anders in. <laughs> <laughs> nee, ik, ik wou het nu even hebben over Endless Dungeon. Uh, een hele quirky, twin stick co-op, roguelite, tower defense. Alles, Dungeon Crawler. Dit, 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 ik denk dat dit de game is met de meeste genres in gepropt dit jaar. Uh, als die daar geen award mee wint, dan weet ik het ook niet. Maar het is echt... Ik heb deze game op de Gamescom al gespeeld. Je kan mijn uh, hands-on van daar kun je ook lezen. Uh, maar wat, de indruk die mij toe bijbleef, die is er nu nog steeds. Dus ik ben heel benieuwd waar dit heen gaat brengen. Ik heb er nu pas een paar uurtjes in zitten, maar dit smaakt heel erg naar meer. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit uh, uit gaat pakken. Is dit uh, nou verschenen? Is dit Early Access? Early hoe, Access nu, hoe, hoe? is dit momenteel. Ja, en, en dat, dat doen ze dan op welke platformen allemaal? Zit en, en, er uh, al een prijsje aan? Of? Early Access is sowieso Steam momenteel. Uh, ik weet okay. dat de game ook naar uh, consoles gaat komen. Ik denk dat dat vrij binnenkort is. Want volgens mij is het nu nog Early Access... in aanloop of de reviewperiode, zeg maar. Ja. Uh, volgens mij verschijnt die binnenkort gewoon volwaardig. Ook PlayStation, Xbox, Switch. Weet ik uit mijn hoofd niet, zou best kunnen... Maar goed, uh, als je een beetje console hebt staan, dan kun je daar deze game straks ook op spelen. Ja, nice. En wat was dat, uh, want je zegt van, je had nog steeds een beetje het gevoel van je, van je gamescom hands-on. Ja. Uh, kun je dat een beetje benaderen? Of is dat, is dat echt van, uh, moeten we dat maar gaan lezen. Want nee, het is nee, nee. nee, nee het, het, is, het is een ontzettende uh, leuke uh, dungeon crawler, is het eigenlijk in de basis. Uh, het speelt zich af in de, in de Endless Universe. Uh, dat, dat, dat is een hele zwik aan games. Uh, je hebt uh, Endless Space, Endless Earth. Uh, dat zijn vier X Strategy games. Uh, je had Dungeon of the Endless, dat is eigenlijk de spirituele voorganger op deze game. Uh, dus dat speelt zich allemaal een beetje in hetzelfde universum af. Uh, en hier, dit is echt een dungeon crawler waarin je een, een verlaten ruimteschip verkent. Of eigenlijk een ruimteschip waarin iedereen die daar ooit is aangekomen vastzit en er niet meer uit kan. Dus het is, het is, mm. het is, het is een. een Magisch Bermuda, driehoekachtig schip, om het zo maar te zeggen, waar zodra je erin zit je vast zit. En ja, nog niemand ooit echt is ontsnapt. Um, en daar is daar jou, zeg maar, om sa of alleen met een met een uh, computergestuurde bot of uh, co-op spelers. Uh, ja, het schip te gaan verkennen. Uh, je crystal bot, een, een robotje, zeg maar. Wat je moet beschermen, van punt naar punt moet brengen. Uh, dus je verkent eerst een stuk van de dungeon dan heb je alles ontdekt zeg maar binnen dat stuk dan moet je tegen je robot zeggen van we gaan nu naar het volgende punt toe en dan komen er swarms van vijanden die je twin stick shooter stijl moet vernietigen um, en in de tussentijd kun je dus nog turrets en defense dingetjes en zo kun je bouwen op vastgestelde spots waar het hele tower defense stukje van de game van aankomt dus het, is, het is een weer waar ajar is maar het klikt zo leuk in elkaar dat het ja. echt een must is om even te checken en uh, die, die co-op, dat is dan, ik neem aan tot vier of zo. Nee, uh, drie spelers, geloof ik. Uh, drie spelers, okay. Je begint, wordt het echt te oud. Ja, nee, je begint, je begint uh, met, met z'n tweeën. Volgens mij kun je dan een derde co of Bot Companion, unlocken. Maar zo, zo diep zit ik er nog niet in, zeg maar. Dus dat moet je even wachten tot mijn volledige review. Als ja, die, okay. binnenkort ja. op Pixelval verschijnt. pixelval.nl voor de review van Endless Dungeon. Hij komt eraan. Ik, het voelt als uh, het gaat de goede kant op. Dat, uh, dat in ieder geval wel. Het is. Uh, ben benieuwd wat het gaat worden. En uh, early access dus, dus uh, Steam, ja, check het uit. Uh, Maxime, je nabrander. Ja, uh, ik heb deze week eigenlijk geen nabrander, maar een voorbrander. Yes, we hebben ze het Ze doet een robertje. Heeft ja, Robert die ook al een keer heen gedaan? Um, ja, ja, ze ja, vakantie uh, waar hij nu naartoe is. Ze parkeert perikelen. Ja, uh, oh, dat klinkt lekker. <laughs> <laughs> um, ik uh, zag vandaag de reviews van... Um, Super Mario Wonder live komen. En toen dacht ik zo. En toen heb ik hem meteen vooruit besteld. Dus uh, die ligt vrijdag uh, in de brievenbus. <laughs> ja, Nou, ik heb er zin in. Ik ben benieuwd. Ja, Het is even Ja. De uh, ja. reviews zijn weer uh, bizar goed, yeah. uh, heb ik begrepen. Uh, Nintendo did it again. <laughs> ja, echt. Uh, dat is, uh, wat zag ik nou? De, de reviewscores nu waren hoger dan die van Spiderman. Oh ja, Spider-Man, ja. want die komt ook vrijdag uit natuurlijk. Ja. Dat is allebei tegelijk ja. vrijdag. Uh... Wat een raar gamejaar is het. Ja, het is echt I bizar, uh... dit is. Het is ook gewoon er zijn ontzettend veel goede games verschenen begin dit jaar en die 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 ik, het is bijna alsof ze niet bestaan. Ik kan er... High Fire Rush was dit jaar? Nee, huh? wat Tears nee. of the Kingdom was dit jaar, weet je? Dat voelt echt al dat yes, is de... <laughs> de... Oeh. De, het is zo raar, man. Like, uh, uh, de, de, het is ook geen goed jaar voor backlogs. Uh, nee, 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 nee. Uh, um, nee, en dan gaan we, er ook nog games komen, weet je. Uh, je. Je Call of Duty komt er natuurlijk naar. aan. Ik was alweer helemaal vergeten dat we volgende week ook nog uh, Alan Wake 2 krijgen. Dat ja. ook. <laughs> uh, die moet ik ook nog spelen, weet je. Forza heb ik nog nauwelijks naartoe nog nauwelijks kunnen komen. Uh, ik ben dan net door Mirage heen. Weet je. Baldur's Gate heb ik nog steeds niet gespeeld. Uh, yeah. Starfield heb ik me achtergelaten ondertussen. Dat. Uh ik ook een beetje, ja. Cocoon staat geïnstalleerd, moet ik ook nog eens doen. Het een keer aan ook beginnen. heel positief te zijn. Gisant echt... komt eraan. Uh... Ja, die ben ik nu wel aan het spelen. Ik heb even dubbelcheck, maar dat mocht ik wel zeggen. Ja, ja, dus okay. dat is uh, ja. uh, die, daar komt ook een review van. Oh ja, wacht. Uh, Super Mario Wonder. Uh, doen we daar een review van, Maxime? Wat uh, wil je daar iets mee doen op Pixel Vault? Of is dat echt een puur voor jou een plezierje? Uh, ja, misschien dat ik toch wel in de pen klim als ik er uh, enthousiast genoeg van word. ja. Nee, met die reviews. Hoe kan toch bijna niet anders. Ja. Nee, precies. Zou, uh... Ik heb er zin in. Ja, het is dus al even geleden dat we weer zo'n 2D side-scroller um, uh, platformer o, ja. hebben gehad van Mario. Dus uh, ja, de, de, de laatste die ik denk ik echt uitgebreid heb gespeeld um, is nu Super Mario Bros. op de DS geweest. dus uh, Nee, oh, dat is niet ja. waar. Op de Wii is er ook nog één geweest. Die had co-op dat was leuk ja dat was nieuw super Mario, dat was ook nieuw Mario, super ja. Mario Bros. oh dat was nieuw super Mario misschien was het nou ja, ja. in ieder geval uh, uh, die titels zijn zo deze heeft blijkbaar uh, ook uh, co-op dus um, ik ben benieuwd ja, sowieso ja ja, ja. En, uh, en, en en veel wonder en veel, veel wonder. Ja. veel veel LSD ja dat zou, dan, ik moet hem misschien ook nog eens bestellen. <laughs> er uh, zit ook gewoon een pakketje bij je in het doosje, weet je wel. Oh, dat ik de cartridge mee zelf hebben. was. Want die, die, moet ja, die moet je likken. Ja, die moet je likken. Als je zo'n cartridge een aantal uur op je tong laat liggen, dan absorbeert die. En dan drie uur later, uh, damn. Nee, je elf deze elf in deze elfen Mario, dat is echt... Ja, <laughs> <laughs> ja dat, is een, uh, dat is een goede trip. Um, Mooie voorbrander. Mooi, ja, mijn naambrander is dus. Ja, ik, ik mag niks zeggen over Jussan, maar die ben ik dan ook aan het spelen nu. Maar ik dacht, ik, uh, ik heb weer nieuwe smart apparatuur, dus laat ik die uh, meenemen. Uh, dit is de, de Eufy Indoor Cam S350. Wie uh, kent het niet? Klinkt heel saai, um, maar uh, is het ook wel een beetje. Het is, het is een binnenshuis IP-cameraatje, maar deze is wel heel cute. Uh, dit is de, de nieuwe van Eufy. Ze hebben al een aantal van die binnen- en buitencamera's. En ze, de, 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 hal, volgens mij, heeft half Nederland. In ieder geval white collar. Nederland heeft zo'n Eufy-videodeurbel. Uh, uh, die doen het supergoed in de Benelux. Uh, maar ja, dit is, dit is echt een super schattig cameraatje. Hij ziet er een beetje uit als een Wally. -E, of als Wally, -E, de, de, de Pixar-robot. Omdat hij, hij heeft twee, twee lenzen Twee verschillende sensoren. En dat zijn een beetje als zijn oogjes. En dan kijkt hij daarmee <laughs> allemaal rond. Uh, hij heeft goed nachtzicht, uh, hij heeft een 4K-sensor en een best wel goede zoomlens uh, die op 2K zit. Dus um, ja, wij zijn, uh, wij zijn telkens als we wakker worden, dan kijken we even van uh, wat hebben de katten uh, gisternacht <laughs> uitgespookt. En dat is oprecht uh, heel leuk om te zien. Het uh, nachtzicht is goed en hij volgt die katten best wel, best wel netjes. Uh, dus jij, snap, jij snapt nu ook in één keer... waarom je hdmi kabel al weken problemen heeft bij je kamer. Ja, 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 je ziet ze <laughs> gewoon knagen. Nee, het, het, is wel, het is wel leuk om dat soort dingen in de gaten te houden. Wij hebben hem dan nu alleen op huisdieren ingesteld staan... maar je kunt, je kunt ook zeggen van... Nou, ik wil specifiek baby's in de gaten houden... of uh, gewoon iedereen, de mensen... of juist als hij de mensen mensheid. niet herkent. Ja, gewoon ja, de mensheid inderdaad. Dan zoomt hij in op mijn beeldscherm... zet hij gewoon... Uh, vraagt hij aan ChatGPT of de mensheid dood moet... Uh, <laughs> Nee, uh, <laughs> wat ik wel fijn vind aan dit ding is, um, uh, UFI doet, uh, doet dat heel goed, vind ik dan. Uh, geen abonnementen. Oh, hoeft ja, niet. Ja, ja, dat is je fijn. hoeft niks ja. in de cloud, je kunt alles lokaal opslaan uh, en je kunt het dan wel met je mobiel bij, maar hij encrypt het gewoon op een micro SD in het cameraatje en je haalt het uit die cloud, haal je het. Dus het, is, het gaat nooit ergens naartoe waar jij er geen controle over hebt. En dat is. Uh, Want, wat, dat vind ik echt waar komt UFI vandaan? Want het voelt wel een beetje... Ze hebben, het is een Chinees bedrijf die okay, dat wederom wel. een hele goede ja. poging heeft gedaan om een Duits-achtige Ja, merksnaam. precies, ja, 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 dit, ja. Is van, uh, dit is van, is van Anker en Anker ah, is, ja, ja, uh, ja, die is ook de Chinees. De specialist Ja, 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 dat, dat doet Anker het meest. Maar toevallig is, is in ieder geval binnen, binnen de Benelux is het grootste Anker-merk, is Eufy. Oh, omdat yes, wij ja. schijnbaar best wel goed gaan op al die cameraatjes en zo. Wat ik dus ook grappig vond, want ik was bij een ufi evenement en toen pas realiseerde ik... ...oh, wacht, dat zijn die cameraatjes die ons pap ook heeft hangen. Ja, dus dat ja, voelde ja, we ja, wel ja, heel ja, erg ja, ja, ja. on-brand. Zo van, oh ja, inderdaad, als je wit bent en boven de veertig, dan heb je waarschijnlijk iets van UFI in huis. Um, is, is dat te de, de profiled? Nee, <laughs> totaal niet. Dat ja, dat, deze, volgens mij nee. is het wel enigszins on-brand. Um, nou ja, goed, leuke naberanden. Ik ben nog even kijken waar ik hem uh, ga reviewen. Maar er komt dus een review aan van de lieve koddige Wally-robot die mijn katten s'nachts in de gaten houdt. Cute. Dat klonk minder vriendelijk dan ik uh, dacht. Uh, <laughs> dat was meer. Dat was aflevering uh, 38 alweer. van Iedereen vond dat leuk. Vond je deze podcast nou ook leuk? Laat het ons vooral even weten door een recensie achter te laten op Apple Podcast of op Spotify op je mobiel. Vergeet ook niet ons te volgen daar op Apple Podcast, Spotify of in een andere favoriete podcast-app die je mogelijk hebt. We zitten schijnbaar op Podimo. Ik wist het niet. Maar dat, uh, <laughs> of, of wacht, is dat het, hoe Team Mobile nu heet? Uh, nee, dat is Odi. Je... Oké, okay, Odido Podimo, Het wordt Het is een magische spreuk, volk. als je drie keer zegt, dan is het de magische spreuk. Dat is, uh... Ja, <laughs> ik ga er niet eens aan beginnen. Uh, hoe dan ook, je kunt ons volgen op uh, Podimo, maar ook op uh, allerlei social media. Ed uh, dus vond dat leuk op bijvoorbeeld Twitter en Instagram en uh, zit ook op Blue Sky. En je kunt Pixel Vault, de website van ons, kun je ook volgen op allerlei verschillende platformen. Dat is at TXLVLT en dat is ook op... Blue Sky, Twitter, Instagram, LinkedIn, al die dingen. Um, Maxime, waar ben jij uh, zoal uh, te volgen zelf, persoonlijk? Uh, ik ben op Instagram te volgen op atlegacylightsaber-art. En geen Twitter plug meer? Dat is, je bent ermee opgehouden? Uh, ik zit er niet meer zoveel op. Ja, je nee, kunt uh... me er volgen, maar... Uh... Nee, dan raden we het af. Als, als jij er niet bent, dan wil ik er ook niet zijn. Oh. <laughs> Wil er ook vanaf, maar hoe dan ook. Kevin. <laughs> uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik plug ook Instagram, weet je. Uh, dat is KevR en dat is k -E -V -V Als je dat elders intikt, heb je ook kans dat je mij tegenkomt. Dus dat. Uh, Wauw. Ja. Dat is een soort van. Nu ga ik het overal invullen. Pornhub, weet je wel? Oh, uh, heeft hier ook hier ook een account. Nee, daar heb ik een username. <laughs> slim, slim. Nee, don't we all. Uh, tips van Kevin en Tom over je online privacy. <laughs> Uh, mij kun je volgen op uh, pornhub.com slash, nee. Ja. <laughs> uh, at uh, Tom Kauw uh, op de meeste plekken. Uh, dat is Twitter, uh, Instagram, dat soort dingetjes. Uh, Vind mij daar. Uh. Maar dat was het voor deze hele aflevering. Ik uh, kan niks anders zeggen dan. Bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer. Houdoe. Oh, doei.